Nou, we zijn inmiddels alweer een aantal weken onderweg met mooi weer en greens die steeds beter gaan worden. Blijf werken op je gevoel. Blijf werken op snelheid. Denk aan die vorige video waarin ik die projecties heb gemaakt met het green lezen. Nou, in verlengstuk van hoe je dat gevoel kunt ontwikkelen, heb ik een volgende oefening. Je legt een bal neer. En aan weerszijden van je putter prik je met twee tees een poortje. En dat poortje dient dadelijk ter controle of mijn putter goed door die bal zwaait, dus een stukje zwaaibaantraining, maar bovenal daarmee constateren dat je die bal uit de sweet spot raakt. Want je kunt nog zo'n goed gevoel hebben, als je die ene bal uit de sweet spot raakt en die andere bal uit de toe of uit de heel, dan is die energieoverdracht totaal anders dan in de sweet spot. En dan zou je kunnen zeggen, oh, mijn gevoel is niet goed. Nou, de diagnose is dan anders. Het raakpunt op het slagvlak is niet goed, waardoor het gevoel niet goed is. Dus de oplossing is anders. Nou, wat ik vaak merk in mijn coaching, spelers hebben een lusje in die puttingstrook. En dat lusje komt voort uit het willen stroken, het goed willen bewegen. Je moet ook goed willen bewegen, maar zorg dat het gebeurt vanuit een connectie bovenlichaam, armen en putter. Bovenlichaam, armen en putter. Je ziet al direct hoe stabiel deze beweging is. Maar zorg ook voor de juiste balans. Mijn voorkeur is dat die balans iets op de bal van de voet is. Laten we zeggen onder de eerste veter. Voel die druk daar lichtjes. En behoud die druk daar. En binnen die druk put je die bal. En als je dan een goede zwaai maakt, dan zal die bal, zal die putter tussen die twee tees doorzwaaien. Mijn doel, nogmaals, is niet om die putter tussen die twee tees door te zwaaien. Dat is, die tees dienen als controle of je die bal goed gestrookt hebt. Mijn doel is daar, het doel, de hole, goede setup en vanuit connectie die draaibeweging naar het doel toe maken. En nou constateer ik al, doordat die putter tussen die tees doorzwaait, dat mijn zwaaibaan en daarmee impact goed was. En in dit geval twee puts constant goed. Nou, ga met deze oefening geregeld trainen. Geregeld, daarmee bedoel ik een bal of 10, 20, dat je weet dat alles goed zit. En daarna al die afleidingen weg en een open training met één bal verschillende situaties gaan bespelen. Succes!